Ja, Pim, we staan hier in de Leeuwardse straat. Het nummer. Wacht even opnieuw. Tom, wat is dat ding zwaar, hè? Ja. Jezus. Had je. Hè? Ja. Ja, joh. Ja, maar die jongen die is 3-4 keer geblesseerd geraakt. Nou krijgt hij het zwaarst. Ja. Nee, dat... al die tijd niks gekregen. Dat had ik net laten doen. Oké. Okay. Ja, Pim. Ja. Oké, okay. Kan die? Ja. Ja, Pim, we zijn vandaag in de Leeuwardse straat. Leeuwardse straat, ja. Wie woont hier? Oscar de Rode woont hier. Dat is een vriend van mij en hij speelt in de derde. Ja. Dus we gaan. Vorig jaar had hij al iets aan zijn neus en hij heeft al eerder iets gehad. En hij vroeg van, joh, wanneer komen ze nou eens een keer? Want anderen komen, als ze verkouden zijn, dan komen ze een bloemetje brengen en een bakkie. En ja. Nou, nu gaan we ook even naar hem, want hij is maandag geopereerd, afgelopen maandag. Ja, kniebanden. Kniebanden, ja. Ja, maar... meniscus. Ja, maar nou zeg je, ja, heb geklaagd, maar want vorig jaar dat viel toch allemaal wel mee met dat neusje? Heb je die foto gezien? Dat viel niet mee. Oké, okay, joh. Nou, laten we gaan. Kom, gaan. Nummer 24. 24. God, wat is die bak zwaar, hè? Nou, hier woont hij. Jongen, jongen. Nummer 24. 24. Tom, wat is dat ding zwaar, hè? Zijn broer speelde ook best wel zenuwachtig. Goedemiddag. Die bak zwaar, hè? Wie hebben we daar? Dat is zijn broer. Ja, broer, ja, die ken ik wel. Ja, die ken ik wel. Dat ding blazen weg gaat wel handen, hoor. Nee. Jongen, jongen. Ik sla bijna achterover, jongen, die camera. Hé! Ja, je hebt even een rustpauze gehad. Want die bak is te zwaar, hè? Ja, moet vallen, hoor. Ja, oké, okay, kom maar. Hey, Os. Goedemiddag. Okay, daar zit hij. Dat is niet best. Kom even een fruitmandje doorheen. Kom als ik op de tafel. Ik zet hem even naar jouw neus. Ja. Een fruitmandje. Namens SVC. Namens het bestuur. En die namens mij. Kan je lekker wat lezen? Ja, vind je dat leuk? Na 3 keer komen we toch eindelijk langs. Na 3 keer? Dat, ja, dat is fijn. Ja, ik heb mijn best gedaan daarvoor. Hè. Ja. Neus? Mijn neus? Ja, nou, eigenlijk 2 keer. Alleen mijn neus hard toegebroken dan. Een scheurtje in mijn schedel. En nou, een kruisband. Oh, een scheurtje in schedel. Ah, zie je, dat is het, ja. Dat wist ik niet meer, jongen. Ja, zoveel markeer jij niet. Ik ben helemaal naar de van die man, joh. Moet je voelen. Ja, het is aardig. Moet je even optillen. Ja, daar moet je de straat mee doorgaan ook, met dat ding. Dat is niks, want je zit ook van alles in. Ja, er zit baksteen op de grond. Ja, joh, ik hoorde, je hebt lopen klagen vorige keer, want een die heeft een griepje en die krijgt dan wat. En ik krijg nooit wat, maar dat was het niks wat jij had, joh, dat neusje. Lopen klagen. En de schedel, dat zie je niet, de scheurtje erin. Nee, dat zie je niet. Maar ja, dit is zichtbaar, Oscar, hier doen we het wel voor. Ja, hier doe je het wel voor. Jongen, 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 jongen. Ja, het is allemaal wat dikker. Vurig, hè? Jeetje. Ja, dat is nog van dat het niet gaat infecteren. Dat het geen ontsteking komen. Zo? Dus, je hebt toch geen bloedvergiftiging of zo? Nee. Ja, nee, daar lijkt het op, hoor. Nee, dat is allemaal spul dat ik geen infecties krijg daarvoor. Huh? Dus. Hey, Pim, maar heb je hem? Ja. Heb je hem nou al een kusje? Ja, ik heb hem nog niet uitgepakt. Heb je hem nou al een kusje gegeven, nee, eigenlijk? Niet, maar dat hoeft niet. Nee? Dat een knuffel ook niet? Nee, maar dat doen we ook niet. Nou, dat doen we niet. Oké. Okay. Ik ben wel benieuwd of hij dat leuk vindt, hoor. Ja, kijk. Ja. Ja, leuk, Suarez. Een mooi boek. Ja, is dat wel? Ja, dat is wel een leuk. Die had je nog niet? Nee, die had ik nog niet. Nee, ik heb wel een paar boeken, maar deze had ik nog niet. Nee. Ja, mooi, joh. Ik heb al meerdere dingen gekregen. Helden, een boekje ervan, onder andere. Ja. Dat is wel aardig. Kan je die een beetje lezen? Nou ja, dan heb ik in ieder geval geen zelflast van. Nee. Hey Pim, maar jij zegt die fruitmandswaar, maar je krijgt er ook een lammer van. Van die camera, ja, dat is ook niet niks. Dan weet je ook hoe het is. Maar die fruitman, dat doen we niet meer, hoor. Maar ik ben wel stabiel, hè? Ik blijf gewoon staan. Ja, je blijft staan. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Nou, je wordt verzorgd door je broertje. Ja, mijn broer die helpen en mijn vader en mijn moeder die helpen me thuis nog. Speler van de derde, heeft eindelijk bereikt, de top. Ja. He? Of lag er nog meer in het verschiet? Nou, wie weet zat er nog meer in, maar tot nu toe ging het goed. Voorbereiding, alles gespeeld. En een tijdje aanvoerder nog geweest zelfs. En toen in 1 keer was het klaar. Ja. Nou, dat zeg maar 1 keer. Maar vertel eens, hoe is dat gekomen? Hoe gebeurde dat?
Ja, het was eerst tegen Scheveningen, nog voor de beker was het. Door de weekse wedstrijd thuis. Toen niemand in de buurt, geen bal in de buurt. Ik wilde opzij stappen naar links. En ik stap opzij en mijn knie die klapte naar binnen. En ik ging er doorheen. En toen was het, wist ik al meteen dat het klaar was. Ja joh, knapte er iets, voelde je ook? Ja, ik voelde gewoon echt dat mijn knie dubbel klapte. Gewoon echt naar binnen. Dat het niet goed voelde. En toen meteen gewisseld, even gekoeld. Nou, dan dacht ik, nou ja, verwachten, aankijken. Volgende dag toen was ik naar de huisarts geweest. En die zei, nou ja, even kijken wat het is. Misschien valt het wel mee. Ja. En dan nog naar de fysio geweest voor te kijken wat die ervan vond. En die een paar oefeningetjes gedaan. En op een gegeven moment ging het wel weer redelijk. Die zei van, ja, je kruis wel misschien een beetje uitgerekt. Dus ik dacht, nou ja, prima. En toen zei hij, nou, over 2 weken kan je weer rustig trainen. Ja. Dus toen begonnen we weer met trainen. En op een gegeven moment, onder 23 was wel een wedstrijd. En toen viel bij het tweede, Felix toen al uit. Want die had toen last met trainen. En toen vroeg Bas of ik mee wilde doen. En toen deed ik even met tweede training toen mee. En toen was wel een paar keer in de weer. En toen rende ik naar voren en ik wilde stoppen. En ik stopte en toen knakte ik weer door mijn knieën. Ja, zal het toen gebeurd zijn of was het al gebeurd eigenlijk daarvoor? Ja, nou, dan zei de orthopeed, waarschijnlijk is de eerste keer was hij al beschadigd. Hij zei van mij was hij de eerste keer al gescheurd. Hij zegt, want daarna ga je dan gewoon iedere keer doorheen. Hij zegt, dan kan je wel opnieuw voetballen. Ja. Hij zegt, maar daarna blijft het gebeuren. Ja, veel tijd verloren ermee natuurlijk voor je herstel. Hè? Had je het maar gelijk geweten? Nou, als ik het gelijk wist, scheelde het toch weer 4 weken. Ja. En hoe lang heb je nu gewacht op de operatie? Sinds dat het gebeurd is, even kijken, zal het zijn een weekje of 7-8 wel. Ja. Eerst dan een intakegesprek heb je dan meestal en dan nog een MRI-scan, foto laten maken. En toen zei hij, ja, wordt opereren. En toen ging dat gelukkig wel vlot, toen zei hij, binnen 3 weken hebben we een plekje. Wat ik heel apart vond, want ja, je hebt zo een week of 8 rondgelopen. Maar met de krukken naar het sportpark en dan toch de training geven aan de E. Ja, na de eerste keer toen de eerste paar dagen op krukken. En na de rand ging het wel weer het lopen. En op een gegeven moment deed het wel zeer. Maar op zich het lopen ging voor de rest goed. En als je dan toch kan lopen, dan kan je net zo goed nog even wat doen. Ongelooflijk joh. Ja, je doet samen met Pim hè? Ja, met Pim. Pim is de hoofdtrainer en dan ik assisteer hem erin. Hoe lang gaat dit nou allemaal duren, denk je? Qua voetbalherstel zei hij, moet toch wel denken aan 9 maanden. Dus einde seizoen alweer van dit jaar. Ja. Dat in ieder geval. En dan kijken volgend jaar richting de winterstop werken. Ja, ik wens je toch een spoedig herstel. Wat spoedig dan mag zijn, maar dat het allemaal weer goed komt. Dat je toch over een jaartje weer lekker kan bouwen. Ja, dat hoop ik ook. Dat is wel de bedoeling. Bedankt. Dank je wel.